De voetballers van Hoek spelen vanavond in de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi tegen de profs van Heracles. En de wedstrijd begint om 6:30 in het Polmanstadion. Ja, en daar is nu al sportcollega Jan-Jaap Coré. Jan-Jaap, een eredivisionist tegen een hoofdklasser. Het is een verschil van 4 niveaus. Nou, wordt het ook zo kansloos vanavond voor Hoek als het lijkt op papier? Ja, dat zou je wel zeggen. Natuurlijk, het verschil is erg groot als je al die klassen ertussen benoemt. De eerste divisie zit er tussen de tweede divisie en ook de derde divisie. Maar goed, in het voetbal weet je het maar nooit. Bijvoorbeeld hier in dezelfde provincie in Overijssel speelde PEC Zwolle gisteravond tegen Kozakkenboys, ook een amateurclub. En daar werd het 2-2 en was er een verlenging voor nodig. Maar Heracles is in eigen huis vaak sterk. Eerder dit seizoen bijvoorbeeld nog werd van Ajax, het grote Ajax, hier in het Polmanstadion gewonnen. Dus als je die statistiek meeneemt, dan wordt het voor Hoek inderdaad heel erg lastig vanavond. Ja, Hoek zelf, heeft ze er een beetje vertrouwen in? Ja, dat kan ik vragen aan een van hopelijk de hoofdrolspelers van vanavond. Regilio van der Pitten, aanvoerder van Hoek, net aangekomen met de bus. Regilio, ja, hoe is het met jullie vertrouwen? Met ons vertrouwen? Ja, dat zit wel goed. Ik denk dat wij er klaar voor zijn vandaag. En er kan gewoon iets geks gebeuren. Dat kan. Wat is gek? Ja, we kunnen winnen vandaag. Weet je, die kans is altijd aanwezig. En natuurlijk, Heracles Almelo is gewoon een hele goede tegenstander. En of ze nou met basisspelers spelen of niet, dat gaat gewoon hartstikke moeilijk worden. Maar met ons vertrouwen zit het goed. En je weet niet hoe het kan lopen. Het is heel gek. Ja, je zegt als ze met de basis spelen of niet, er komen wat reserves in bij Heracles vanavond. Daar zou je van kunnen zeggen, ja, misschien onderschatten ze Hoek wel, toch? Ja, dat kan. Dat werkt dan in ons voordeel natuurlijk. En dat is voor ons alleen maar gunstig. Dus ik denk wat dat betreft dat de kansen daardoor misschien iets groter worden. Jullie kwamen net aan met de bus. Bent op het veld geweest net al om te kijken. Ja, wat is de eerste indruk van dit stadion? Ja, het ziet er wel heel goed uit. Het is natuurlijk iets kleiner dan de Kuip waar we een aantal jaren geleden zijn geweest. Maar ik denk dat dit gewoon echt weer een topervaring is. Alles is goed geregeld, we worden hartstikke goed ontvangen. En dat is gewoon netjes, dus we kijken er naar uit. Ja, je wordt nu al toegeroepen door supporters, dus het begint goed. Ja, dat is de vader van Wilson, onze vaste supporter. Altijd leuk. Weet je. Ik denk dat er heel veel supporters ook vanuit Hoek komen of vanuit Zeeland. En die zullen ons ook wel gaan toejuichen vandaag. Ja. Ja, met een van de spelers die er een aantal jaar geleden in de Kuip ook al bij was. Ja, ik wil je geen geheel de wonden openhalen, maar toen scoorde je een eigen doel. Ja, dat moet vanavond maar niet gebeuren. Nee, dat gaat vanavond niet gebeuren, hopelijk. Kijk, als het zou zo gebeuren, dan is het natuurlijk wel zuur. Maar weet je, we gaan gewoon voor de goede kant van het goal vandaag. En of ik het nou ben of iemand anders, dat maakt niet uit. Ja, jullie moeten om 4:15 verzamelen. Ik wil niet op mijn geweten hebben dat je door mij te laat bent en op de bank op te zitten. Dus ga lekker naar binnen. Veel succes. Ja, dankjewel. We gaan even snel die bespreking doen. En dan zie ik jullie waarschijnlijk later op de avond nog wel.